Met Go Eagles daar nog bij, dan zijn de drie promovendi denk ik goed bezig. En, ik denk dat het een beetje ook een resultaat is van dat het geraamte van het elftal is blijven staan. En, als er een keer een zeepert is, is er niet direct paniek. En, ja, je ziet denk ik tot nu toe dat het zijn vrucht afwerpt. Ik denk dat ik daar overheen ben. Ik denk dat, dat ik een veel completere keeper ben geworden dan dat ik was bij Willem II. Tuurlijk, ik had een paar goede reddingen daar en ik haalde mijn niveau stabiel, denk ik. Ik presteerde stabiel, denk ik. En dat heb ik nu weer te pakken. Alleen ik denk dat mijn trap verbeterd is, dat ik rustiger ben aan de bal, dat ik mijn hoge ballen beter ben geworden. We weten wat we kunnen en daarom is het ook belangrijk dat we steeds de dingen blijven doen die we goed kunnen. En ja, dat heb je gezien tegen Vitesse, als we het één keer niet doen, dan zie je ook hoe moeilijk we het hebben. En nu tegen AZ zag je dat we ook misschien wat minder de bal hebben dan normaal, maar toch de dingen blijven doen die we goed kunnen. En dan kun je gewoon resultaat halen. Ja, wie morgen wint staat voorlopig even zesde, dat is natuurlijk ook prachtig. Nee, klopt, is een mooie... Mooie beloning na de wedstrijd, hè? Dat je kan stijgen naar de zesde plek en dat zou geweldig zijn. Maar ik moet zeggen, Cambuur heeft me tot nu toe wel verbaasd hoe goed ze het doen. Hè? De manier van spelen, het aantal doelpunten dat ze maken, dus ja, het is een lastige tegenstander.